Welkom bij Fem, daar ben ik weer. Vandaag wil ik jullie wat tips geven op het gebied van samen reizen met iemand. Ik ben een gek op reizen en ik weet nog dat de eerste keer dat ik daadwerkelijk zeg maar zonder ouders op reis ging met iemand samen, dat dat zo anders was dan ja, met familie op reis gaan. En ik merk het ook aan mensen om me heen dat ze zeggen, nou ik heb een nieuwe partner en ik ga met hem op vakantie gelijk. Dat ik altijd denk, oeh, ik wil even een paar tips hoor. Als eerste de allerbelangrijkste tip. Zorg ervoor dat degene waarmee jij op reis gaat, maakt niet uit of het een busreis is, of het een autoreis is, of het een vliegvakantie is, al is het maar 2 dagen of al is het 2 weken. Zorg ervoor dat jij je super op je gemak voelt bij diegene. Want diegene gaat je 24 uur per dag meemaken. Andersom ook. Jij gaat diegene 24 uur per dag meemaken. En als jij diegene niet vaak ziet en ineens bam moet je 2 weken samen zijn, dan kan je serieus gek worden. Dus dat is eigenlijk mijn nummer 1 tip. Ga met iemand op reis waarvan je 100% zeker weet dat dat goed gaat. Dat jullie samen meerdere dagen samen kunnen zijn. Een goede check is om te kijken hoe het is als je samen eens een weekendje bent. Bijvoorbeeld, ik heb het nu even over vriendschappen. Stel, je hebt een vriendin of een vriend waar je dan mee samen op reis wil. Om eerst even te checken hoe het is als je samen 2 dagen, samen met 2 nachtjes bijvoorbeeld. Want dat kan al te veel zijn. Soms word je dan al dat je denkt, ik kan niet met jou samen zijn. En dat is niet erg. Dat zegt niks over jullie vriendschap of zo. Maar dat zegt wel wat over het feit dat het misschien niet zo'n goed idee is om samen op reis te gaan. Want hè, dat gaat dan soms niet. Maar vaak gaat het ook helemaal goed. Maar het is meer, dit is echt de tip. Ga met iemand waarvan je zeker weet dat het gaat. Dan, spreek vooraf af wat je allemaal wil gaan doen en wat jouw interesses zijn. Want de een houdt heel erg van erop uitgaan en leuke dingen doen. En de ander die wil gewoon het liefst de hele dag bij het zwembad liggen en niks doen. Kijk, bijvoorbeeld mijn vriend en ik, wij zijn allebei eigenlijk een beetje hetzelfde. Wij vinden het heerlijk om gewoon eigenlijk elke dag dingen te doen. Wat we vaak doen is we gaan om de dag. Dus dan doen we zeg maar, 1 dag gaan we erop uit, doen we een excursie, gaan we leuke dingen doen. En de volgende dag hangen we bij het zwembad. De dag daarna doen we weer wat leuks, daarna hangen we het zwembad. Dat vinden wij fijn en wij zijn hetzelfde daarin. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden dat gewoon echt niks. Die willen gewoon 7 dagen aan het zwembad liggen en 1 keer even 's avonds erop uit ofzo. Dat kan, dat is helemaal niet erg. Maar je moet wel even een beetje hetzelfde erover denken. Want het is super frustrerend als je met iemand op reis gaat en jij wil wel naar een museum. Die ander zegt, museum, daar heb ik nou helemaal niks mee. Of hele sportieve dingen. Weet je, ik hou er bijvoorbeeld wel van om te gaan suppen ofzo. Maar niet iedereen vindt dat leuk. Google samen naar de activiteiten die je kan doen. Je kan op TripAdvisor, maar dat soort sites kan je zien wat populair is in het gedeelte waar je heen gaat. En daar kan je samen doorheen gaan van, nou, zullen we dat doen, zullen we dat dan niet doen? En oh, dat vind ik niet leuk. Weet je, dan weet je dat al een beetje van elkaar. Iets wat heel veel mensen toch wel een beetje dwars zit, of nou ja, weet je, wat soort van een lijn is door de hele vakantie, is geld. Hoe soms dat klinkt, ook al heb je een relatie, weet je, wie betaalt wat? En als je uit eten gaat, hoe betaal je dat dan? Ook dat is iets wat je vooraf kan afspreken. Stel je gaat met een vriendin, spreek vooraf af, joh, we maken bijvoorbeeld een pot samen en daar doen we allebei 100 euro in en daar gaan we steeds van eten en als het op is maken we een nieuwe pot, bijvoorbeeld. Of je spreekt af, ik betaal voor alle boodschappen, betaal jij voor alle, weet ik veel, andere kosten ofzo. Weet je, kijk met elkaar vooraf wat je wilt doen, want het is super awkward als je samen op vakantie bent en het is echt zo, ja, maar jij hebt gisteren betaald, maar ik heb mijn vrienden en ik zijn daar wat makkelijker naar. Weet je, wij zijn misschien niet het goede voorbeeld, want wij zijn al echt 100.000 keer samen op reis geweest. Maar wij zijn er heel makkelijk in. Maar ik kan me voorstellen dat in het begin, of als je misschien niet zo lang met iemand hebt, dat het dan wat lastiger is om in te schatten hoe iemand is daarmee. Wij doen tegenwoordig gewoon wie betaalt, maakt niet uit. Maar goed, wij wonen ook samen en zo, dus dat is ook weer een ding. Uitgaan, dat is ook zo'n dingetje. De een houdt er wel van, de ander niet. Ik hou persoonlijk wel van een dansje. Dus als ik bijvoorbeeld met een vriendinnetje op vakantie ga, dan gaan we een paar keer uit. Maar bijvoorbeeld, mijn vriend heeft daar minder mee. Die vindt het leuk om 1 of hooguit 2 keer uit te gaan. Prima. Er zijn ook mensen die helemaal niks met uitgaan hebben. En die liever gewoon lekker om 9 uur in bed liggen en 's ochtends vroeg eruit willen om een stevige wandeling te maken. Dat is ook goed. Maar ook dat is iets dat moet je vooraf bespreken. Want stel je voor dat jij 10 party outfits meeneemt en die ander heeft echt alleen maar de wandelschoenen mee. En die zegt, uitgaan? Nee, helemaal niet. Ja, weet je, vooraf bespreken. Een vraag die je kan stellen aan de ander waarmee je op reis gaat is er iets wat ik moet weten voordat wij samen op reis gaan? En dat is niet gek. Je kan het ook gewoon zo zeggen van, hey, niet op de een of andere, maar is er iets wat ik moet weten, wat ik nog niet weet, van dat wij nu samen op reis gaan? Dat je denkt, hey, dit moet je weten. Wie weet zegt diegene wel dat hij elke dag om 4 uur 's nachts op moet staan voor medicijnen of zo. Weet jij veel, daar kan je juist iemand onwijs bij helpen. En dat is alleen maar goed als je meer dingen weet. Weet je, je bent niet altijd bij diegene 24 uur per dag, tenzij je met iemand samenwoont. En dit is toch ook wel het moment om te kijken wie van jullie twee wat meer de leiding neemt. Stel je bij mijn vriendin.
Kijk, gewoon ga voor jezelf na. Is zij degene die altijd uiteindelijk beslist wat ze doen of ben ik dat? En natuurlijk doe je het samen, maar er is altijd eentje die de doorslag geeft, zeg maar. En op vakantie moet heel vaak de knoop doorgehakt worden. Dus je bent bijvoorbeeld op reis en er wordt ergens een excursie aangeboden, maar dan moet je jullie over een uurtje met de boot mee. Ja, weet je, dan moet je eigenlijk... Ben jij degene die dat dan steeds zegt of is die ander dat? En als je merkt dat die ander dat niet doet, dan moet jij dat gewoon doen. Dan moet jij die knoop doorhakken en zeggen, ja, zullen we het doen? Oké, wij gaan ervoor, we gaan het doen. Die ander vindt het waarschijnlijk ook hartstikke prettig dat jij dat doet. Maar stel je bent allebei zo, dat kan botsen, dan moet je dat ook gewoon met elkaar afspreken. Van joh, jij wil heel erg dat doen, ik wil heel erg dat doen. Laten we gewoon eventjes goed erover praten. En ook zoiets, als de een bijvoorbeeld per se wil waterskiën en jij wil per se gewoon op het strand liggen. Ja, compromis sluiten. Oké, dan gaan we dat doen, maar dan gaan we morgen dat doen, oké? Serieus, met iemand op reis gaan geeft echt een soort van nieuwe dimensie aan een vriendschap. En aan hoe je met mensen omgaat, hoe je jezelf ziet, hoe een ander je ziet. Ik kan het ook met niks vergelijken. Het is anders dan een logeerpartijtje. Het is anders dan ja, een gewone relatie met iemand hebben. Het is best wel een ultieme test hoe het gaat tussen twee mensen. En het kan ontzettend leuk worden. Je kan heel erg naar elkaar toe groeien. En nieuwe dingen leren. Verhalen vertellen aan elkaar die je nog niet wist. Maar het kan ook ervoor zorgen dat je ontdekt dat het toch niet goed gaat bijvoorbeeld. Dus het is wel echt een test, maar een hele leuke. Goed, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Heb jij zelf nou verhalen of tips? Of dat je denkt, hey, ik heb een keer meegemaakt dat ik met iemand op reis ging en dit gebeurde. Dus pas daar een beetje voor op. Laat het dan achter bij de comments, want zo leren we allemaal van elkaar en hebben we allemaal wat aan. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! In Nederland een handicap hebben met complimentjes geven. En dat komt...